Yes jongens, welkom bij deel 2 van de Slovenië video van DFish Team. Het jaar 2023. Het begint natuurlijk meteen goed, spiegeltje. We vangen veel. En we gaan een beetje de voerstrategie aanpassen, zodat echt de bakken vannacht gaan komen. En vanavond. Maar daar meer over. Straks meer over. Ik ga met... Nou jongens, wat vinden we hiervan? We krijgen minder beet, want we vissen nu met dubbele 24 mm. En alsnog zijn het de knollen die eruit komen. Ja, het is echt niet te niet normaal. Niet leuk gewoon. Nou jongens, de broedworm houdenboete van tijgenuitkoop.nl. Je ziet, hij zit vol op het voer. Alleen nu de bakken nog, die vol op het voer moeten komen. De bak van het water. Ja, eigenlijk een spiegeltje, dat is ook wel leuk. Maar ja, zoals gezegd, we vissen echt met zeer groot aas. We vangen een zeer kleine vis. Maar het is toch niet normaal? Deze jongen, zijn hengels waren denk ik al 4 uur stil. En hij zegt, ik ga mijn hengels inhalen. Hij loopt naar zijn hengel toe en hij gaat af. Heel bizar. Ook weer een van de grotere van vandaag. Onthouden, maar we hebben ons voorgenomen, het is nu donker. En we gaan de bakken komen. Nu zien ze het niet meer. We hebben andere tactieken gedaan. En dan gaan we één helemaal diepte paikom invaren. Stiekem. En de andere op de voorgevoerde stek van de paikom. Dus niet op één paard wedden. En dan gaan ze, ja, zeer gehaald deels. We gaan ze verrassen, we gaan ze laten schrikken. Precies. Ooit een karp horen klaken. Ja jongens, hoor dit. Hebben jullie dit wel eens gehoord? What the fuck, joh. Zet heb je in ieder geval één. Hengen we nog 10 minuten in, dus dat is mooi. Op het wijd. Zeiden bij de vorige vis, vanaf nu wordt elke vis groter. En tot nu toe is dat gelukt. Bijna 10 kilo, dus dat is mooi. Vertrouwen begint wel te groeien, moet ik zeggen. Fotootje. Idee dat de nacht veel gaat brengen. Hoop. Daar in het wilde westen, door de modder gestreden, staat Wietse van der Schee. Met? De beuker. Joel de beuker. Joel. Hij is echt niet normaal. Zitten zij ongeveer 20 minuten in. Binnen 10 minuten gaat ze eerste en nu gaat ze tweede. De tweede is net alweer uitgevaren. En dat is een terugzakker. En ik was weer aan de beurt. Dus dat is mooi. Is dat lekker of is het lekker? Wat zit je te snoepen, joh? Ja, Haribo. 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 Kijk, bijna volle maan. Dat betekent? Pakken. Pakken nacht. Hij is echt bizar dan. We dachten, we gaan dus meten. Dat is ook wel eens wat leuk, hè? Anders dan wegen. 98 centimeter. Zo, dat is echt een raket. En 11,9 kilo. Dat is best wel sterk. Goede staart erop. Echt een lange Jan. Ja. En op de voerwoordengel. Dit is echt een Joel de Beuker. Joel de Beuker. Vanaf nu is hij gedoopt. Hij is gedoopt. Geef hem een kusje. Nee. Een fotootje maken en dan mag hij terug. Zo jongens. Nou, een drill van zeker een kwartier. Echt niet normaal. Super mooi schub. Tweede grootste vis voor mij tot nu van de sessie. En hij was echt niet normaal sterk. Hoe zwaar dan? 12,4. 6. 12,6. 90 centimeter pure spier. Dat is echt de broer van die vorige. Het is echt een broer van zijn. Het is echt dezelfde slag, hè? En dat is heel raar. Vandaag vingen we echt alle vissen op dezelfde plek. Op hetzelfde slag. Nu liggen we op een andere plek en vangen allemaal weer dit soort vis. Heel apart, maar wel een mooie vis. Dus ik en Wietse hebben het net besproken. Ja. De vis mag alleen maar groter worden. En dat is nu. De vissen achter elkaar zijn steeds groter geworden. Dus dit wordt er ook weer een. Zou mooi zijn. Voel niet zo. Het duurde wel lang. We wouden echt net ons bed ingaan. Ja. Niet zoals moe. Nog steeds. En we gaan het zien. Eerst maar het is. Inhalen. Hallo. Een knolletje in de avond is een dag zonder zorg. Morari. Hij heeft de streak verbroken, dus stol Jan. We wilden net gaan slapen. Ja, en we gingen alleen maar groter. Mijn Wietse heeft verzaakt. Ja, ik heb verzaakt. Dat is een jokje. Maar dan twee keer zo groot zijn. Dat is een shortje, Wiet. Nee. Verzaken. Zo jongens, daar is weer een nieuwe mooie spiegel. Ik denk een kilootje of 8. We hebben nog 2 visjes gevangen die we niet op de film hebben gezet. Die waren super klein en waren moe. En schub. Schubjes, lelijke schubjes. Nu toch weer een mooi spiegeltje. Gaan we gewoon weer ingooien. Het is denk ik al best wel laat. En mistig. Super mistig en donker ineens. En we gaan een fotootje maken. Hallo. Hoi jongens. Ik was een beetje verheugd. Eigenlijk te ver hengel die in het reservaat ligt ging af. Zo, dat is wel een mooie vis. Je hoort de bak, maar het is de knol. Het is weer een Westlandse. Het is niet normaal. Alles uit het reservaat is kwijt. En alles erbuiten is groot. Good morning sunshine. Good morning. Hoi. Ik heb zojuist weer een vis verspeeld. En daar hebben we Wietse weer. Met een... Hey jongens, mijn ogen zien niet uit waarschijnlijk. Het is een drama, ik heb hooikoorts. Ik ben elke dag wakker als een zombie.
Maar goed, de bonushengel ging af. Dus we mogen gaan en dan zitten we aan de beurt. Otsa. Goedemorgen jongens. Het is eindelijk dus. Polken zijn weg. Het zonnetje schijnt. Oh. Teletubbies, kom maar gauw. Nee, we gaan inpakken. Het is 9:15. We hebben vanochtend ook echt nog veel visjes gevangen. Ik heb ook een stuk of 3-4 niet meer op de film gezet. We waren er helemaal beu. Allebei mijn lijnen zijn gebroken door de kinken die er allemaal in zaten. Het was weer chaos. Maar het is echt tijd voor nieuw water. Het is tijd voor grote vis. Aantallen hebben we nu al gevangen. Nu gaan we voor de echte jongens. We gaan inpakken. Op naar de volgende stek. Nou jongens, dit is denk ik de afsluitende run. Hij gaat als de brandweer. Maar hij is een beetje. Ik zal hem even pakken. Yes jongens, de laatste spiegel tijdens het opruimen. Je ziet achter mij de sinks die zijn aan het drogen. Bootje en hem mag terug. De bakken die zijn toch niet gekomen op deze stekker, helaas. Maar we hebben er wel alles aan gedaan. Wel lekker veel actie gehad. Daar wil ik het bij laten. Nou jongens, het was toch niet de laatste run. Dat is deze. Stang of stangen? Hotsa. Dat is mooi hè, elke keer zeggen we, oké, dit is echt de laatste vis. Dan gaat de andere. We hebben nog één engel ingerin nu hè? Nul. Oh, nul, dit is de laatste. Dit is de laatste. Lekker man. Ja jongens, moet je eens even zien. Een super mooie beschupte spiegel. De eerste van de trip. Dus, ja, dat is echt een mooie vangst. Je ziet het. Lekker in het je bicep aan het tonen? Ja, ook. Jongens, laat even weten in de comments. Zien we wel dat Chit 2 aan het sport is. Hij is wel een beest. Hoeveel squat je nou? 140. En deadlift? 155. Soldaat. Zo jongens, we zijn eens even lekker aan de opruimerij. Ik ben al één keer met de trolley wezen lopen. Hier staat aanhangetje. En hier hebben we XR Kindsoldaat Wietse van der Schee. Yes. Bam, bam. Kijk eens, met de tentjes. Die vaart even de boot heen. Laat hem daar leeglopen. En dan krijgen we de grote opgave. We hebben daar namelijk een hele mooie helling. Waar we die aanhanger moeten opduwen. En hij zit dus echt helemaal onder de bagger. Dat wordt nog even een leuk geintje. Zo, de auto is weer volgepakt. Ik zie het achter mij. Aanhangertje zit er weer achter. Het is fantastisch. Veel gevangen, echt wel. Zo, we zijn onderweg het verkasten naar de volgende stek. Chit, vertel jij eens wat is gebeurd. Ja, we zijn 4 supermarkten afgereden. En eindelijk hebben we wat we verzochten. IJs. IJs. Anders hadden we echt de komende dagen 4, 25 graden alleen maar koud bier gehad, koud eten. Warm bier, dus nu is het koud. Ja, dat is perfect. Dat is echt perfect. We zijn gered. We zijn gereden. 4 zakken gehad, niks is te gek. Zo jongens, we zijn bij het volgende water aangekomen. Even met de eigenaar gepraat, vergunning gekocht. Dus we hebben een mooie stek gekregen. We moeten wel gaan strijden met boten en overvaren, maar we gaan er even heen. En het eerstvolgende shot is op de stek. Yes, jongens, daar zijn we dan. Deel 1 van de stek. Poeh, net wezen roeien met het bootje erachter. Alles meegenomen. Nu ga ik terug. Echt mede voor varen om Chit op te halen. Oh, ik ben buiten adem. En met de laatste spullen en dan kunnen we losgaan. Het is wel al 5 uur al. 7 uur is donker, dus we moeten opschieten. Ook nog stekken zoeken. Chaos. Yo Chit, geef je even een update. Hey, jongens, het was echt een hele strijd. We hebben vergunningen gefixt. We hebben natuurlijk het ijs gehaald. We hebben uiteindelijk verkast. Met de boot, zoals te zien. 6:15 inmiddels. We zitten echt helemaal afgelegen op het water, dus dat is mooi. Het is wel super druk op het water. Ik zag 10 vissers. Nieuwe stek, nieuwe kansen. Groot bestand aan vissen. En we gaan ervoor. Dus we gaan snel een stekje zoeken. Mag alleen gooien, dus niet te ver uit de kant vissen. Precies. En we gaan ervoor. Nou, dat zit met de boot, stekken zoeken. Ik heb net mijn markjes neergelegd. Ik ga zo 2,5 kilo bodem opvoeren en inwerpen. En hij mag er zo in maar werpen. Stekken zoeken mag wel met de boot. Hallo Wietse, vertel eens. Hey, jongens, het was even strijden. Dus we hebben allebei stekjes gezocht. Een markerlijn gemaakt van denk ik 1,60 meter. 30 tot 20 mm. Het is eigenlijk met zo'n waaier naar elkaar toe. En kijk maar achter, het is echt een ben op de stek. Het is echt een zooi. Zo even ordenen. Niet normaal. Eten. We hebben echt heel veel strijden sinds 2 uur vanmiddag. En ik moet nog gauw voeren, dus... Sinds half 11 vanmiddag. Ik ben bezig strijden. Voeren en dan onszelf voeren. Tot zo. Ja jongens, Wietse beet. Nu al. We zijn er echt pas net. Heel bizar. Oké, okay, boot in. Maak hem net. Ja. Oké okay, jongens, ik zit echt te vissen met een visbandboy. En binnen een uurtje gaat hij af. We worden echt 20 minuten op zeep daar over. Nou, dit is de bak van het water.
Nee, wat is het? Oh. Het is een muur van handschoenen. Ik heb een bed pakken, maar ik heb geen handschoenen. Gewoon pakken, pik. Je moet eens de bovenkant van zijn bek pakken, toch? Nee, joh, het onderkant. Pas je op die haak? Ja, dat is jammer. En knijpen, hè? En niet meer loslaten. Knijpen. Ja, draai om. Jongens, focus. Zo, je ziet het amper. Kijk, joh. Je hebt hem verkeerd om vast. Kijk dan, joh. Zo dan. What the fuck? Bizar. Hoe lang is deze? Hij is echt wel lang. Wat denk je? Weet ik veel. Mega beest. Echt wel een jupertje, hoor. Auw, jongens. Auw, kijk mijn vinger. Ik denk dat hij 1,30 is of zo. 1,40. Het is helemaal onder de zij. De laatste keer in mijn leven dat ik hem meer had vastgehouden. Godverdomme, zeg. Ik dacht, dit is de bak van mijn leven. 30 kilo. Auw, auw, hij bijt. Oh, ik heb allemaal bloed, hè. Laat zien. Ja, kijk dan hier. Allemaal bloedjes. Hey, dat vind ik te prachtig. Wat kut. Je zit echt op het puntje van die boot hier te drillen en je denkt dat van nu komt echt een dikke bak boven. Ja, ik heb één keer meer van gevangen vanaf de kant. Ik weet helemaal niet dat het zo'n run is. Heel mijn handen zitten onder de rittekens. Dat had hij zo in je vinger beet, dat zag er echt leuk uit. Zo jongens, we vergeten mee te filmen. Maar we zijn echt kapot. We hebben gegeten, het is 1:10. Heel de dag wezen sjouwen en sleepen en roeien en noem maar op. Dus we gaan lekker slapen. Hopen dat de meervallen de stek voorbij zijn gezommen. Dat we vanaf nu weer met carps komen. Ja, dames en heren. We hebben goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is... Dat ik ouder ben geworden. Nee, nee, dat is het goede nieuws. Dat deze, de baas, is gewoon 26 jaar jong geworden. Dat is fantastisch. Feliciteer hem even in de comments. Zal hij blij mee zijn, want hij is nog pas net wakker, dat is wel te zien. Het slechte nieuws is dat we geen carp hebben gevangen. Ging om 6 uur af mijn hengel. Dat hebben we natuurlijk helemaal niet gefilmd. Maar zieke run op mijn rinkhengel. Gisteravond kwam die meer van mijn rechthengel. Dus ik dacht, nou goed. Die stek was op 5,8 meter. Dus, nou, chitte wakker geschud. Hier was de brand weer erbij. Dus we springen in de boot, chitten, roeien, ik weer draaien. En op een gegeven moment hebben we weer een beetje hetzelfde soort run met af en toe een paar tikken. Pellen blazen, dat is gek, hè? Een speur dat hij weer 10 minuten wegschiet. Je zegt, nou het is 2 hoor. En jawel, een stuk kleiner. Weer een meerval. Onthaken in de boot en weer terug. Helaas. Geen foto gemaakt. Dat is wel echt zonde. Maar het is helemaal ook geen actie. Dus het is echt een beetje karig. Stille boel. Geen carpactiviteit gezien. Geen jumpers meer gisteravond. Dus we worden een beetje wanhopig hiervan. Zit meisterd. Jongens, ik voel me helemaal uitgerust en fit. En ik ga even mijn hengeltjes opnieuw vervangen, verversen, verleggen. Ik ga ze allebei even inhalen en daarnaast ga ik mijn voerstrook ietsje aanpassen. Ik heb nu een strook gemaakt van eigenlijk zo'n beetje 3 meter uit de kant, waar nog veel wier staat, naar 6,5 meter. Maar dat heb ik best wel aan de zijkant gedaan, dus ik vis niet heel ver uit de kant. Ik ga mijn stek dus iets meer verplaatsen naar het midden van het water toe. En heel erg fijn met de boliepijp voeren. Ik ga 2 keer zoveel voeren als gisteren. En dan moet het helemaal komen. Yes. Dat is een beetje mijn tactiek. Echt wel. Let's go. Dat is de rig waarmee ik vis. Dus je ziet een helikoptersysteem. Bultje van een grammetje of 100. En onderaan die er dan vrij overheen kan bewegen. Hiermee gooi je hem nu in de knoop. En het voordeel met al die dat je niet elke keer een roodje verspilt als hij erin gaat. Die andere hengel die vannacht af is gegaan. Er zat wel een safety grip systeem op, zeg maar. Daar was mijn rood kwijt. Dus nou, als je nou 30 aanbeten krijgt deze week, dan ben je nog 30 roodjes kwijt. Dus dat wil ik ook niet. Dus ik ga daar ook even zo'n systeem op zetten. Maar dit is het principe. En dan de 24 mm Bootworm Houdenboetbol, tijgernootkoper.nl. Ik ga er weer even een zakje in knikkeren, 2,5 kilo. Er zit veel vis hier en veel meerval, dus je moet goed blijven voeren. En hopen dat er vandaag overdag een aanbeetje komt van een echte karper. Je ziet hier het wier. Lastig te bevissen. Het zit er vol mee, zoals je ziet. Zo, het shit heb gekipt. Nee joh, weer niet. Ja, hij haalt de kip niet. Dus hij moet verder gooien. Maar net mooie stekjes gevonden met de boot. Nu gaan ze inwerpen. En met de boy op bijvoeren. En dan moet het goed komen. Zo, daar ligt hij. Ja, jongens, we zijn een beetje weinig vergeten te filmen. Maar we zijn ultiem aan het genieten.
We hebben de eerste twee uur lang, drie uur lang onze hengels in lopen gooien. Echt een drama hier met al die bomen, takken en dat is niet te doen. Maar goed, uiteindelijk met waterpakken en allemaal een hoop gedoe is terug. En sindsdien zijn we lekker aan het chillen. Het is 26 graden. Eind september, 27 september, ik ben jarig vandaag. Ja, ja, feliciteer deze baas. Even in de comments. Maar dus die verjaardagsbak die hoop ik te vangen. En het mooie is, het is heel de dag helemaal dood geweest gisternacht ook. Nu de laatste uur zie ik echt bij stek best wel veel vis springen. Een meter of 20 te achter. Dus hopen dat ze de voerstek weten te vinden. En dat ik dan een mooie beet krijg. Het zit er voor me net ook eentje op zijn rechthengel. Dus het vertrouwen voor de nacht is weer groot. We gaan even chillen. Springt er weer een links. Springt er weer. Links, helemaal links. Het vertrouwen is steeds groter. We gaan vannacht gewoon een dikke bak vangen. En straks gaan we lekker eten. Zo is het. Kijk eens, chef kok chitten. Heb lekker wraps gemaakt met, wat zit erin? Kip? Kip, tomaat, sausje, mais, tomaat en paprika. Nog een tomaat. Twee keer tomaat, twee tomaten. Eet. Hey, wat zit? Hallo. Wat zijn we aan het doen? We zijn aan het opruimen. Is het schoon? Ja, wat is er zojuist gebeurd? Weet ik eigenlijk niet. Op de stekken? Oh ja, springen en vissen. Dus dat is goed. Best wel veel. Best wel veel, ja. Verder is het rustig en we zijn een beetje zenuwachtig, want als het vannacht niet gebeurt, zijn we een beetje... Weet het ook niet meer. Wat zijn we dan? Wanhopig. Ja. En dan zijn we wanhopig. Yes jongens, we gaan de nacht in met een tikkeltje zenuwen, een tikkeltje... Wanhoop. Wanhoop. Ja. Het begint al een beetje te wanhopen. Wij onzekere vissers hebben één nacht niks gevangen en het begint al helemaal over verkassen en dit en dat. Maar ja, we hebben natuurlijk nog maar dit nachtje en daarna nog maar twee nachtjes. En we willen natuurlijk de trip afsluiten met echt een knaller. De twijfels schieten, we weten het door, ons, schieten door onze boven. We moeten eigenlijk gewoon vier vangen vannacht. Dan we zijn geen, we wat geruster. Geen zorgen meer. Dus we zien jullie zo met een kromme top. Yo. En als wij morgenochtend schelden op film, weten jullie waar dat er komt. Goedenacht, Wietse. Als ik zo een beetje naar mijn biologische klok kijk, denk ik een uur of vier. Ja, ik moet wel even snoeren. En waar hopen we op? Rechte hengel. Karper. Zo is het. Echt een achterwaarde run. En hoe voelt het? Ja, ik ben niet echt van weg. Niet per se als een karper. Maar... Hopen, hopen. Het is wel te zoek de bol, dus het is niet normaal. Yes, jongens. Is het nou gewoon gelukt? Het is karpertijd. Heb je het gewoon laten lukken? Toch nog dat hij bejaardig is. Omdat dat ding na 12 is. Dat is zeker na 12. Ik weet niet wat het is. Dat is 3 uur s'nachts. Twaalf. Wil niet. Echt? Ja. What the fuck? Wat dacht je dan? Meer. Nee, helaas. 13, 14. Jammer. Ja. Och, vis is vis. Vis is vis, precies. Eerst dan mijn eerste vis van het water. Beetje wild, Chit had hem echt perfect geschept. De eerste keer dat hij boven kwam in de boot. En toen was hij gelijk de haasie hoor. Toen was hij de haasie. We waren scherp. En dat ik terugvaar, want hij reek even de takken in te gaan. Maar ja, super bij me, super veel voldoening. Ondanks dat het echt een knol is voor dit water. Het is wel spannend in het bootje. Er zit super veel dikke vis. Ik word lekker geslagen. Maar 12,5 kilo. Super blij mee. Eindelijk karper. Ondanks dat ik een broedworm alu-broed stek heb gemaakt, vind ik deze op de zoete bol van Chit. Dat tijgen het crush karamel. Het stuk waar de bollen elkaar over rapten. Anders ga ik weer de nacht meer vervangen. En het wordt beloond. Mooie vis hoor. Puntgaal vis nog. Maak een fotootje en dan mag hij terug. Ik ben er blij mee. Ik ben er ook blij mee. Dat is gaaf, hè? Oh, daar gaat hij. Hij staat tegen de roppen dan. Dat is niet handig, Harry. Kijk wat hij gaat doen. Pas niet. Gaat hij er onderdoor? Zo, even helpen. Rechtsom. Oh, goed. Ja, mooi vis hoor. Lekker jongens. Lekker wietje. Ja jongens, daar staan we dan. Helaas. Heb ik nog steeds geen vis gevangen. Deze baas achter mij gelukkig wel. We hebben besloten toch te blijven zitten. En Wietse gaat even naar de kant nieuw water halen. En andere voorraad wat weer aangevuld moet worden.
nieuwe bollen. We gaan er ook nog twee nachten tegenaan. En we hopen op het beste. Vannacht is het volle maan. Dus het zou zomaar kunnen dat het gewoon vannacht gaat gebeuren. We hopen erop. En we blijven positief. En we gaan gewoon knallen. Nieuwe tactiek verzonnen om de hengels normaal te kunnen uitgooien. Want we zitten hier, zoals jullie zien, echt op een mini stack. We gaan nu in de boot staan. We gaan iets van 10 meter het water opvaren. En vanaf daar gaan we gooien. Je mag helaas niet uitvaren. Niet voeren uit de boot. Maar we gaan proberen zo toch nog een mooie karp te strikken. En we gaan aan de slag. Onderlijnen knopen. Hengels opnieuw ingooien. En voeren als een gek. Zo jongens, Wietse is even naar de kant om de voorraad aan te vullen. En ik ben druk bezig geweest met onderlijntjes knopen. Zoals je ziet, ik vis met de Tiger Net Crush karamelbolies van tijgernootco.nl. Echte topbolletjes. Eigenlijk al mijn grote vissen heb ik op deze bol gevangen. Onderlijntje van zo'n 20 centimeter met een helikoptersysteem. En eigenlijk is dat alles. Helikoptersysteem gooi je niet snel in de knoop. En daarnaast, stel er ligt een beetje wier op de bodem, dan landt eerst je lood in het wier. Je onderlijn valt eigenlijk heel rustig op. Die wordt niet helemaal ingetrokken, dus dat heeft ook het voordeel van het helikoptersysteem. Dit is eigenlijk mijn montage, waar ik al twee nachten mee blank. Maar vannacht gaat het gebeuren jongens. Volle maan, we gaan ervoor. Dames en heren, jongens en meisjes, het woord is eruit. We gaan verkassen. Wietse is even naar de andere kant van het water gegaan. Daar is nog één vrije plek. Het is echt, verder kunnen we eigenlijk bijna niet moeten varen. Maar we gaan het gewoon doen, want blijven zitten is ook geen optie. We moeten gewoon een bak vangen, dus we gaan er alles aan doen. We gaan dus helemaal naar de andere kant van het water. Ik ga nu gelijk even alles inpakken, opruimen. En al deze zooi opruimen, dan ga ik alvast de boot die we hebben geleend helemaal volladen met spullen. Wiets komt hier nu naartoe terugvaren en we gaan ervoor jongens. Let's go! Two men on a mission for a big carp. Let's fucking go! Een mooi lekker Tino Martentje op de achtergrond en je ziet het als een baasje ingepakt hoor, het bootje. Het verkastbootje. We hebben hier nog een beetje de koelkastspullen staan. Twee tentjes en voor de rest is het meestal weer opgeruimd. Ik heb er echt mega veel zin in verkassen. We gaan er gewoon weer voor. De hoop is weer terug. De wanhoop is weg en we gaan ervoor. Let's go. Nou jongens, ik wou mijn tent opruimen. Er zit een fucking muis in mijn tent, gek. Waar zit dat beest? Die ergens in die hoek voor mij. Ho. Ja. Hier. Ik zag hem echt bewegen. Ik ben er weer. Ik heb even op onderzoek uitgegaan. We mogen op een nieuwe stack gaan zitten. Waarschijnlijk heeft Chitter dat gezegd. Twee uurtjes strijden. Maar dan wel een nieuwe mooie stack. In het gebied waar meer vis gevangen wordt. Moet dan toch goed komen de laatste twee nachten. Dus we gaan even knallen. Het eerst volgende shot is vanaf de nieuwe stack. Laat eens. Je ziet het goed. We zijn op een nieuwe stack. Een stack met iets meer ruimte. En ondertussen de boot aan het uitlaten. Uitladen. Ik heb er echt veel meer vertrouwen in. We kunnen veel meer naar het midden vissen. We hebben al mooie stekken gevonden. Het moet gaan lukken jongens. Vannacht, volle maan, het gaat gebeuren. Die 20 kilo vis gaat eruit komen. Dat beloof ik jullie. Hoop ik. Ja jongens, er staan hier al twee mooie ingegooide hengeltjes. En hier staat Mr. Wiets. Ja, jongens, dat is een primeur. Zitten ze van op zijn werfkust, hè? Ja. Oh, hij is helemaal perfect op de rijke. Ik ben op de voerstrook gegooid. Ik heb drie keer in de boom gegooid en allemaal dingen gehaakt op de kant. Ik ben het helemaal verleerd. Nou, mijn eerste hengel. En dan ga ik mijn tweede hengel uit de boot gooien. Dat wordt ook lachen. Dan zit er een, dat is wel leuk voor de film. Zeker. Dan zit er een boompje voor. Maar we hebben wel een mooie voerstekje hier, heb je het gemaakt. Tussen twee marks, er ligt best wel het midden van het water. 6 meter diep. Dus vertrouwen is hoog. Gooi jij maar even in, Harry. Gooi of je leven ervan afhangt. Is het zo goed? Ja. Kom op! Perfect. Op de clippy. Perfect naast die marker. Beter kan niet. Beter kan niet. Deze gaat af hoor. Heerlijk. Nou jongens, we hebben drie hengels op een voerstrook gerecht met de Tiger Nut Crush. De Tiger Nut Caramel Crush. Dat bedoel ik. Als ik het goed zeg. En dan gaan we één hengel afzonderlijk vissen. Dat doen we met de Bootworm Haribut. Daar heb ik heel veel met andere stack heel veel mee gevoerd. Twee meervoren meegevangen. Maar daar heb ik ook nog heel veel bobben van. Dus die gaan we iets afwijkend vissen.
met een helikoptersysteempje, grote wide gape haak, sterke extra dik draad, 24 mm bol en dus het helikoptersysteem dat hij nooit in de kit gaat. Je zal er altijd omheen draaien. We noemen dit wel de meervalhengel, hè? Dit wordt de meervalhengel, maar we doen run-run en shit hebben we nooit de meerval van, dus die wil dat wel. Nee, helemaal niet. Nee, maar ergens heb ik wel het idee dat deze gaat ook wel een karpje opgeven. Het zou mooi zijn. Zo, dan hebben we zeer, hè? Rotpotje in het water, zodat we genoeg ruimte hebben voor de poot. En shit, je gaat dus het bijbootje, die helemaal vol lag, aan het hoekje verstoppen, zodat we daar geen last van hebben. Van deze boot mooi in het midden, in mijn rotpotje hier. Doe run om run, dus we hebben goede hoop erop. Zit meester, voertactiek? Spreid, met de boot die pijt. Hoe breed is de voerstrook? 30 meter. En waar voeren we mee? De tijgende trus caramel. En als aanvulling ook wat voerbollen. Die voeren gewoon gestaag mee. Ideaal. Een beetje dezelfde structuur en de geur en smaak van de Tiger Nut Crush. Allebei zoete bollen. Zoete bollen. En als die vis gaat vreten, dan vreet hij dat ook op. Precies. Paar wat centen. Andere hengel dan ziet, dan zie je hier een mark liggen. Het is op zich een mooie stekkie, 5,5 meter. Want het water staat super hoog. En die 5,5 meter stekt net voorbij het wier. Dus ik denk, ik doe eens even anders. En die ga ik heel secuur ga ik die spotten op Bootworm Mario Boot Boys. Over je hoofd, hè? Ja. Kan niet. Jammer. Hij is al op. Hij is zeker op. Soldaat. Kippensoepie. Lekker chemisch van Unox. Is niet gek. Is helemaal niet gek. En net hotdogs op? Hotdogs uit het Sloveense land. Dat was geen aanbeveling. Nee, dat was zeker niet. Vies. Maar lang niet uit. Ja, we hebben goed vertrouwen. Ik denk dat Verkassen een goede zet is geweest. We gaan er vannacht achter komen. Dus. De volgende shot is waarschijnlijk rond een uurtje of negen in de schemering. Zit ik met een kromme hengel. Of Wietse met een kromme hengel. Ja, zo mooi. We hebben run om run en we hebben eerst ingegooid. Ja. Dat we weten hoe ver we kunnen gooien voordat we marks in. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. De laatste keer dat ik run om run deed, zei ik van ik doe dit nooit meer. En toen gingen we met Pia en Daniel en Chit deden we run om run. Toen ving Daniel in Nederland 40 op mijn hengel. Ik heb in Nederland nog geen 40, hè? Ja, ik wil. Dus ik ben bang dat dat nu ook gaat gebeuren. 50 ook Wietse hengels van me, jongen. Zo, ook echt gek. Als het mijn PB is. Zo, als je achter me kijkt, dan zie je het tankje staan. Het is krap, maar het past net. En we hebben nog een rechtstuk gevonden waar we met een wagen en een vis kunnen staan. Dat was afgelopen nacht de uitdaging, maar toch gelukt. Dus we gaan lekker chillen. We zien veel vis springen, dus het vertrouwen is hoog. Zeker veel vis springen. En wat gingen we nog zeggen? Straks even een filmpje kijken. Eerst volgende shot. Kom heen. Yes. Wat is er gebeurd? Ja, jongens, Wietse was naar de Slovenen toe aan de overkant. Ik kreeg ondertussen deze verrassing. Hou eens even goed vast. Zwaar, jongen. Sorry, hij is al groot, hoor. Mokers. Eerste meer, wat je het? Tweede in mijn leven. Ik dacht je eerste. Nee, ja, tweede. Maar dat is wel cool dit. Jongens, duimpje omhoog als je fan bent van meervallen. Mm. En als je geen fan bent, ook een duimpje omhoog. Nou, ik niet. Hij is wel groot, hoor. Mokers. Ja, hij fotootje en hij kan terug. Yes. Kijk, de grote mannen houden. Hoger. Maat, op deze zwaar. Had je erbij. Nee. Chit, wat doe je? Ja, hij beet mij. Je moet nooit loslaten als je hem vast hebt, hè? Denk aan de nieuwe richting. Oké, okay, moet je wel even een goede foto maken. Chit, tongenvis van 20 kilo gevangen. Ja, maar ik ben er niet heel blij mee. En wie is er nu aan de beurt? Ja, jij. Dat is wel lekker. Kijk, dan hebben we helemaal klauwen open gehad. Zo jongens, ik was aan het rennen. Dat is niet normaal. Ik zat even bij de Slovene een biertje te doen. Of na een biertje. Sterke drank. Ik kreeg echt 50% drank in mijn mik geschoven. Met die gasten aan het praten. Dus was wel lachen. Bel shit opeens. Ja, beet. Dus ik ren als de brandweer. Maar mijn kruisband is afgescheurd. Dus het deed alleen maar pijn. Helemaal oververmoeid kom ik aan. Wij de boot in. Is er meer van. Springt wel mijn vis op de stek. Snel ingooien. En dan gaan we weer terug. Voor mij jongens. Bakkenacht zeggen ze eens. Is dat even mooi? Voor het slapen gaan. Een uurtje of 10. Even een karper. Lekker hoor. Dan ga jij helemaal heen. Enige vlakke stuk van heel de stek. Check eens even deze torpedoschip. Ze past er bijna niet op. Net een graskarper. Het zal wel helemaal verkeerd. Een van de kleine van het water. Dat is dan wel jammer. Maar een mooi gevecht. We dachten even dat we een dubbelrun hadden. Want we hoorden volgens de andere pieper uit de boot, maar als er doorheen gezwommen. Dus afijn. Mooie vis, zat direct gehaakt. De Tiger Crush Caramel.
Chit is onderlijn, hè? Ja, dat is ook mooi. Chit is onderlijn. Chit is onderlijn. Mooi. Helemaal goud. En, run on run is Chit wel aan de beurt. Hoop ik dat hij even een bak van. Die heeft nog geen karp gehad. 20 kilo fietsers hengel zou mooi zijn. Ja, ik word echt gek. Dan maak ik een fotootje en mag hij terug. Chit, de meester. Wat is er gebeurd? Jongens, ik sta nog steeds een beetje te trillen op mijn benen. Het is echt niet normaal. Ik was aan de beurt. Jullie weten, we lagen net in bed. Nou, ik denk al een half uurtje. Ik kon niet slapen, want ik was zenuwachtig. En toen gebeurde het. Toen ging mijn hengel op. Deze jongen. Linker. De linker hengel die het verste ligt. En ik dacht, nee, weer meer van. Want hij ging en wij bouwden bosjes in. En we zaten te kloten, jongen, in die boot. Door de andere lijn heen. Door drie lijnen heen gevaren. Ja, en, ja. En die hengel bleef maar krom gaan. En ik kwam die naar boven. Ja, fuck, jongen. Ik tilde hem net op. Ik schrok ervan. Ik heb nog nooit zo'n hoge schip gezien. Een nieuwe record. Echt. Ik heb nog nooit zo'n hoge schip gezien. Het is gewoon echt niet normaal. Huilen, Wiet. Het is echt niet normaal. Jongens, moet je zien. What the fuck? Ah, zo, dit is... Maat. Hij wil het echt niet weten. Jawel. Zit, doe jij eens een gokkie. Ja, 28. Meer? Nee. Echt meer. Het is echt... Net niet. 29,9 kilo. Nee. What the fuck? Lekker, man. Nee, zo, dat nee, is echt te ziek. Lekker, jongen. Nieuw record. Oké, jongens, de schering nog even goed nagewogen. Het is net niet. 28,8. Hoe kan dat zo goed verschillen? 28,8. 28,8? Ja, dat is ziek. What the fuck, gek. Zo. Zo dan. Niet normaal, jongens. Vertel wat. Shit, lekker, jongen. Nieuw pb. What the fuck? 28,8 kilo. Holy shit. Dit. Oké, jongens, de andere kant. Ah, het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. De tweede keer dat ik hier dit jaar mijn pb verbreek. Tweede keer ook met volle maan. Ja, dat is echt bizar. Wat is het voor een apparaat? Bijna 60, Chit. Het is echt niet normaal. Holy shit, man. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ja, dat is echt niet normaal. Oh, tijger in het crunch, hè? Echt, ik ben zo blij. Lekker, man. Kijk wat een beest. Zo. Nieuw record, Chit, hè? 28,8 kilo. Ja. En een nieuwe emmer. Geen emmertje, even opnieuw. Dat was echt geen emmer, dit. Oké. Oké, jongens. Nieuw record, 28,8. En ook een emmertje. Zo. Lekker. Hij filmt. Lekker, man. Holy shit. Wat ben jij een baas. Gefeliciteerd, ouwe. Ik had gewoon niet geloven. Dus, hey, maar hoeveel shotjes zijn dit? Weet ik veel. 30 is 1. 40 is 2. Ik zei tegen Bram, nieuw record is 4. 50 is 3. Nieuw record is 4. En het is die gore rekenmeester. Ah, smerig. Oh. Jongens, wat een fuck. Man. Bijna 29 kilo. Ah. Rekken, man. Wat de fuck. Echt niet normaal dit. Echt niet normaal. Rekken, man. Yes. Woe. Hey, maat. Heb je het koud? Ik heb echt fucking koud. Ik heb je goed geraakt met die emmer. Je hebt goed in het water genomen. Ondanks dat er weinig water was. Maar ja, jongens. Hoe voel je? Twee keer dat ik in het buitenland zit dit jaar met volle maan. Ik verbreek gewoon twee keer mijn pb. Ja, dat is echt fucking dus ziek. Klein stapje erbij, van 25,8 naar 28,8. 3 kilo erbij. Ja. Dat ga je nooit meer verbreken. Jullie staan gewoon bij DW allebei meer dan 5 kilo achter. Ja, dat ga je nooit meer verbreken. Tuurlijk wel. Holy shit. Ziek, man. Gefeliciteerd. Toppen, je hebt het verdiend. Heerlijk. Nou jongens, hierbij nogmaals het bedankje aan liefstallige jongeman. Geen idee hoe die heet. Ik weet even zijn naam niet meer. Harry. Die heeft ons een hele doos snaps opgestuurd. Apenshot, dat is te licht. Warm, en het erger, we moeten nu 4 shots... Ja, Chitten moet nu 4 shots nemen, ik neem er 3. Ja. Omdat hij een nieuw pb heeft. Zo, ik ga echt op mijn gier, denk. Ja, het is een goor spul ook. Altijd even weg. Lekker, 1 uur stags. Het is echt bocht. Lekker. Nou, je hebt hem wel achter de kiezen. Ja, het is wel lekker warm. Ik had het wel koud en nu niet meer. Ja, lekker man. Ik heb rillingen over heel mijn lijf. En zo naar die
Naar die knaap. Ja, ik weet niet hoe die heet. Wel een barman. Barman. Barman, baas. Yes, goedemorgen. Wie heb je hier? Goedemorgen. Hier hebben we de jongen met het nieuwe PB. Het is heel vrolijke chitter. Wat heb je daarvoor op moeten drinken? Om je spieren even te laten herstellen. Een lekker uitsappie. Protein sappie. Voor de gains. Lekker man. Kaboom. Wel jammer, de rest van de nacht helemaal stil gebleven. Ik had goede hoop, maar... Ja, nu zitten we weer lekker als een baas in het zonnetje. Twee karpers, dat hebben we eigenlijk de rest om het water hebben dat ook gevangen. Dus we hebben het niet gek gedaan. We hebben het zeker niet gek gedaan voor het eerste nacht hier. Vannacht moet nog losgaan, hè? Vannacht wordt echt kassa. Vannacht wordt kassa. Hoop het echt, jongen. Het kan ook niet anders. Elke keer als we moeten gaan, de laatste nacht altijd gek huis. Dan kunnen we helemaal verrot naar huis rijden. Liet jongen even een nieuw PB vannacht. Moet echt. Als dat gebeurt, jongens, zou prachtig zijn. Zijn wij op 23 hier. Hopen we ervoor. Het zou kunnen, hè? Oké, okay, terwijl we onze ontbijtje op hebben, een bakje koffie op. Lekker aan het burnen zijn, gaan we. Engels even. Ja, ik heb goed gevoel overdag. Want de rest van Meerving gisteren ook overdag aan deze kant van het water. We hebben een nachtje voer op liggen, dus het moet goed komen. Ja jongens, tijdens het verversen van de hengeltjes komt onze maat ineens weer aanlopen. Maatje! Je bent toch niet boos? Yes, zit de meester. Jullie zien het, we hebben de helft van de boot al ingepakt, de helft van de spullen. We gaan er vast één keer weer varen, want het was toch wel erg krap de vorige keer, alles tegelijk. Ja. En we kunnen morgen ook eerder weg. Wat is jouw doel? Mijn doel is een uur nadat we weg wakker worden wegrijden. Oké, okay, ik denk dat het niet gaat lukken. Als het niet gaat lukken, dan moet je in de ochtend een shotje nemen. Ben je gek om een auto rijden? Oké, okay. Ik denk het niet. Ik denk 1 uur 45. Ja, wegrijden. We gaan er wel voor. Oké, okay, we gaan er wel voor. We gaan er wel voor. Succes! Stek een beetje geordend. Val mee. Maar de stretches zijn weg. De meeste zooi hebben weg. Er is maar één coolbox hier staan. De andere coolbox is weg. Dus ik ga hier chillen, boeken lezen. En nee, gaat jongen, deze jongen even strijden met tegenwind. Ja, dat is genieten. Succes! Dan gaat hij de strijden. Bootje vol en pedalen maar. Het is tijd voor een nieuwe elektromotor, dat weten we wel. Zo jongens, de laatste kwap van de vakantie. Laatste nachtje, Chit. Het gaat gebeuren. Zenuwachtig. We hebben een lekker windje op de kant. Het is wel echt overal stil, niemand heeft meer wel gevangen. Maar vannacht gaat het gebeuren. Wij zijn productief geweest. Half zes, vang die engel af. Voor Wietje. Lekker. Ik hoop het, 40. Ik hoop het ook. Dat moet komen. Let's go. We hebben net bootjes schoongemaakt. Alvast een deel in de auto gestopt. We hebben al heel wat naar de overkant gevaren. Precies. In de naam van mij. Wel een pleurzend met die tegenwind. We willen strijden. En ja, nog iets onder tent. Gaat helemaal goed komen. Lekker tussen de burger. Hoppa. Heerlijk. Ja jongens, terwijl wij onszelf ook eventjes gaan voeden. Voor onze grote vrienden ook. Hoe vinden jullie de voerbollen smaken jongens? Hey. Ja, hij reageerde, hoor je het? Ja, hij vindt ze lekker. Hij vindt ze lekker. En jij? Ik zit aan de paapka, ik ben vegan geworden. Geintje. Zo, de schemer doet zijn intrede. Alles opgeruimd, hengen zich op scherp. Ja, voer is aangevuld in het water en in onze maagjes. Het gaat gebeuren. Het is de laatste nacht. En Wietse is de man van de grote karps op de laatste nacht. Moet. Wat was de regel? Op het einde komt alles goed. Nee, de regel voor vannacht. Wietse die mag... Elke hengel pakken tot die vis boven de 50 kilo gevangen. Dus hopen dat het echt dik te boven is. Ja. Maar je weet het toch niet. Ja, ja. We gaan het zien. Yes. Jouw trip kan niet meer goed. Niet meer stuk. Daarom. Ik zit hier ontspannen. Ja, ik zit helemaal te stressen. Helemaal zenuwen. We genieten we toch weer. Lekker weertje. Met je ijsvogels kijken. Ja, lekker bruin geworden. Bonte specht gezien. Ja. Mijn dag kan niet meer kapot. Lekker man. Heerlijk. Doe je hoofdlamp uit. Ja, dat is bizar. Het is... laatst het. In ieder geval waren we 7:45 weer op de kant. Dus zegt dat die run om 7:50 was. 7:55. Best wel snel. Echt in de schemering. En mooie vis. Hij zit denk ik tegen de 15 kilo aan. Dus dat is natuurlijk even de truc. Van als hij boven is, dan is Chit aan de beurt. Als hij eronder is, ben ik nog een keer aan de beurt. Maar we gaan het gewoon zien. Het is een mooie vis. En, zo is het. We zien het daarna wel. Het is een mooie schub. Lekker. De moment of. Proof. Ja, doe jij lampjes uit? Oké, moet ik eerst schatten? Ja, schat jij maar. 13,5. Hou stil. 14,2. Ja? Wacht, ik heb een nieuwe film. Ja, okay. 14,2. Oké, netjes. Netjes.
Ja jongens, daar is hij dan 14,2 kilo. Het is niet eens de helft van de vis die Chitter gisteren had. Ik vind hem wel zwaar. Hey, mooie vis, best wel hoog voor een schub. Dus dat is mooi. Lekker sterk, zwom door de mark heen. Rinden, maar we waren een topteam. We zaten er zo boven. We waren echt tempo-team. We zaten er echt zo boven. Dus ik ga even de andere kant laten zien. En dan maken we wat fotootjes. En dan mag hij weer gaan. Hoe noemen we hem? We noemen hem Henk. Henk het tempo-team. Henk het tempo-team. Want door Henk mag ik de volgende run ook pakken. Dat is toch mooi, Henk? Goed bezig, dat je nog niet zoveel gegeten hebt. De volgende worden 40. Moet even. Dehydrateren. Hoe noem je dat? Hydrateren. Even sokken bier. Het is echt chaos. Ik denk 30 minuten na die eerste vis gaat de volgende vis weer af. Ik zat ineens op een stoel. Ik was bezig met scheppen maken en zulke dingen. En daar ging weer. Een paar tik op de top. We dachten dat hij door de marker zat. Snel de boot in. Het viel mee. Maar trok op de een of andere manier een oude lijn mee met een korfje eraan. En ging weer door een andere lijn heen. Het was weer helemaal feest. Ouderwetse TV-vis team chaos. Maar mooie vis. Een stuk groter dan net. Heel lang. Dus ik denk dat deze 30 gaat bereiken. Sowieso 30. En dat zit er dan. En die hond hier aan de beurt. Ik zweer het. Die heeft me helemaal de week gemaakt. Ja, ook, hè? Hij was lekker aan het sporten. Ja, helemaal broek is dat. Hij was echt fucking vervelend. Het is goed dat we de tent hebben opgeruimd, want we wordt niet slapen zo. We hebben eerst even een kieltje ingegooid net. En we gaan nu de hengel ingooien en dan de vis laten En dan zien. Verstandig morgen 14 uur naar huis rijden. Yes, zo kennen we het weer. Poeh, jongens. We gaan kijken of het... Is de beurt een shit of niet? Is Jan de gelukkige? Het gaat erom schelen. Zit er nog 17 kilo? Ik denk het niet. Ja hoor. Ja? 15,3. Ja, ik wil niet. Ik zweer het. Ik wil ook zien. Ja, dat kan. Moet ik optillen? Ja. Hey, 15,4. Oh, ook goed. 15,4. Lekker. Toch wel een 30'tje. Lekker, Harry. Het is echt lang, Jan. Gewoon helemaal lang, jongens. Drukke Jan is het ook. Hey, jongens. We hebben hem Jan genoemd. Oh, oh. Zo, die deed pijn. Oh, die was echt mooi. Ik voel mijn oor niet meer. Wat een slow motion. Zo, echt een lange Jan. Lange Jan. Misschien wel weer een meter Jan. Dat ruimt. Dikke staart. Kijk, die staart. Sterk, maar vooral in het net. Hij zwom zich een ongeluk. Ja. 15,4 kilo. Van de voerstrik jongens. Het gaat helemaal los. De tijger in het crush. Tijger in het karamel crush. En prachtige vis. Echt grote bek. Zit aan de beurt. Dat is ook helemaal uit. Een fotootje maken en dan mag hij terug. Blij mee. Lekker hoor. Lange Jan, mag? Wat terug. Waar naartoe? Jan mag zijn kleine zusje halen. Nee. En daarna zijn oma van mij. Nu komt er zo'n vieze gore meerval op jouw engel. Nee, ik weet zeker dat het zit hier in Dik op Wietse engel, dat zou echt lekker zijn. Grap, zo zie ik niks. Nou Jan, heel de tijd stoer doen op de kant. Ja. Jannetje. Mooie 30 hit. Wat doe je nou? Mossel erin. Jawel. Mossel Jan. Lekker wietje. Lekker. Hoi Wiets. Hoi. We waren bijna vergeten, hè? Het is wel gereden, hè? Ik zit nog aan mijn ene drankje, maar we moeten gewoon een shotje nog nemen. Ik heb er 30 gevangen. Dus eentje gelukkig maar. Ik heb er nog niet zo zin in. Ik ben bijna slapen. Santé. Ah, zo. Bof. Maar wegspoelen. Het goede nieuws is, het is 9:30 en we gaan lekker ons mandje. Ja, we moeten vroeg weg morgen. 6:15 staat de wekker. Chitten wil binnen een uur weg. Gaat niet lukken, maar... Het gaat wel lukken. We gaan het wel proberen. Als jij even een beetje je best doet. We gaan ons best doen. En biertje drinken we op. Dan gaan we het mandje in. We hebben geen tenten meer. En er zal vast nog wel een visje of 2-3 volgen vannacht. Hopelijk een klein voor Chit en een grote voor mij. Maar nee, de volgende wordt gewoon 20 kilo plus. Het is sowieso een gezaagde trip. Niet? De volgende wordt 20 kilo plus. Ja, dan word ik zo gek. Het zou mooi zijn. Dan word ik echt gek. Oké, tot zo. Nou jongens, daar is het. Alweer de volgende vis. We lagen nog niet te slapen. En toen ging alweer mijn linkerhengel ging er alweer vandoor. De hengel centraal op de voerstek.
We zien echt dat het echt gewoon een grote vis, grote school met vissen zit. Altijd een beetje van hetzelfde formaat. Uurtje verder, hè? Slovenië zei het al. Er trekken gewoon scholen van 40, 50 vissen langs. En die zijn allemaal een beetje van hetzelfde formaat. En we hebben nu gewoon echt 3 vissen binnen 4 uur tijd. Hé joh, minder. 3 uur tijd? 2 uur tijd. Nee, het is iets langer, denk ik. Het is 10:30. De eerste was ja, rond 8. Ja, maar echt allemaal een beetje hetzelfde formaat. Deze 14-6. Bijna 30 er weer. Een super mooie spiegel. Lekker. Ik ben er helemaal blij mee. En de hengels liggen alweer. Dus, topteam. Topteam, laatste nachtje even slachten. Hoe lekker weer het hebben. Hoppa, op een moeilijk water. Op een moeilijk water, zeker. Top. Hoppa. Zo. Mooi. Zo, die wilde snel weg. Hoe noemen we hem? Dit was Freek, toch? Nee, dit was Bert. Bert. Bert de spiegel. Helemaal goud. Oké joh, 10:30 hè? Op naar Henk. 10:30. Of hebben we Henk al gehad? Henk hebben we al gehad. En Jan? Henk, Jan, Bert. Kees. Klaas. Volgende wordt Klaas. Oké. Houd de Klaas. Ja, ik hoop het wel. Op naar Klaas. Yes. Het is een spijtig gezicht, maar de hengels zijn eruit. Het is inmiddels 6:30 in de ochtend. Wat is er gebeurd, shit? Ja, we hebben geen beet meer gekregen. Het enige voordeel is dat we wel goed hebben kunnen slapen voor de terugreis. Ik niet. Ik wel. Ik was wanhopig. Ik dacht die 40 moet nog komen. Ja, maar hij kwam niet. Maar we gaan dus snel opruimen. We gaan naar de overkant varen. En dan gaan we weer onderweg naar het mooie Nederland. Eerst volgende shot in de auto. Zullen we dat doen? Doen we. Let's go. Tot zo. Hallo. Hey jongens. We zitten inmiddels alweer 1,5 uur in de auto. We rijden in Oostenrijk. En we hebben toch een goede vangst gehad. 3 vissen. Niemand van het water heeft dat gedaan. Ondanks dat het water helemaal vol zat. En we hebben nog even met de andere vissers gepraat. De meeste 40's werden gevangen voordat wij op de stek kwamen en daarna zijn het vooral 30's geweest. Dus ik denk dat we het helemaal niet slecht hebben gedaan op het water. Zeker niet. Dus we moeten nog lekker 10 uur rijden en dan zijn we weer in het mooie Westland. Gaan jullie bij de video afsluiten of nog niet? Dat gaan we gewoon doen. Dat gaan we gewoon doen. Ja, we hebben weer hard geknald voor jullie. Vonden jullie dat leuk? Die leveren jullie ook voor ons. Wij vonden het in ieder geval super leuk. Doe een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zien we jullie volgende week weer op YouTube. Daniel Tienink is ook weer in het land. Precies. We gaan weer video's komen met z'n drieën, met Tienink erbij. Kijk ook even op dv15.nl als je nog een exclusieve video wilt en je hebt hem nog niet gezien. Zo is dat. Vorige Frankrijk is daar te zien. En koop een petje of een trui. Mannen, en zie je volgende week. Dat was al. Later.